Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de landelijke eenheden van de nationale politie en de Nederlandse regering in verband met een nieuwe golf van vermiste kinderen in de stad Utrecht. Bij nader onderzoek is gebleken dat de kinderen welke in hetzelfde uur vermist zijn gemeld, meestal een woonplaats hebben aan dezelfde straat. De nationale politie is op dit moment onderzoek aan het verrichten naar een eventuele ontvoering. Als u een kind tegenkomt met de volgende eigenschappen, meld dit onmiddellijk via 09008844. Waarschijnlijk 10 jaar oud, zwart haar, draagt een oranje t-shirt, zwarte broek en witte schoenen. Een kind met deze eigenschappen is het eerste kind welke vandaag vermist is gemeld. U wordt geadviseerd voor meer informatie over te schakelen naar uw lokale tv- of radiozender. Waarschuwingen en updates worden ook verzonden via NL Alert. Indien u een mobiele telefoon heeft, schakel 5G aan om deze waarschuwingen te ontvangen. Ook ontvangt u via NL Alert meldingen over mogelijke evacuaties. Even ter herhaling. 5G is volkomen gezond en zal weinig storing veroorzaken op uw tv of radio. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Nederlandse regering in verband met een ernstige terroristische dreiging. Hierom wordt vanaf hier... Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de gemeente Utrecht en de Nederlandse regering in verband met een zestal bommeldingen binnen het stadskantoor. Buiten het stadskantoor zijn twee slaapbots ontdekt door de nationale politie, welke ieder zijn voorzien van een machinegeweer, een C4-bom, een nitraatbom of illegaal vuurwerk. Drie Tesla-bots zijn overmeesterd door de politie. Twee agenten zijn door een Tesla-bot neergeschoten. De AIVD doet onderzoek naar de eigenaren van de Tesla-bots. Waarschijnlijk zijn deze Tesla-bots gehakt en kunnen deze niet meer worden hersteld. Tesla is op de hoogte gehouden van de bugs welke de aanvallen mogelijk maken. Alle eigenaren van Tesla-bots worden dringend geadviseerd deze onmiddellijk uit te schakelen. Vermoed wordt dat de aanvallers kinderen zijn welke lid zijn van de Nationale Kindereenheid of volwassenen die door deze kinderen hiertoe worden gedwongen. Het centrum van Utrecht wordt in verband met instortingsgevaar voor het stadskantoor... Alle volwassenen zullen worden meegenomen door de kinderen. Je kunt geen kant meer op om van ons te ontsnappen. Wij zijn overal. Ha 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 ha. Als een kind bij jou thuis is, laat voor hem of haar een achterdeur open, want anders zal hij of zij het glas breken.
doe precies wat de kinderen zeggen, want anders. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de gemeente Utrecht en de Nederlandse regering in verband met een moordaanslag op de burgemeester van Utrecht, uitgevoerd door een groep kinderen. Op dit moment heeft de koning een nieuwe burgemeester benoemd. Deze nieuwe burgemeester is helaas door de kinderen ontvoerd. Hiermee is de gemeente Utrecht definitief gevallen. Dit is hiermee het laatste NL-alert welke wordt uitgegeven voor de gemeente Utrecht. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de politie Harlingen, de gemeente Harlingen en de Nederlandse regering in verband met het doorsteken van dijken aan de kust van de Waddenzee ter hoogte van Harlingen, wat samen met springtijd tot een overstroming heeft geleid. Door deze overstroming staat Harlingen en zijn omgeving 80 centimeter onder water. Op dit moment een overstromingswaarschuwing is uitgegeven voor de stad Haringen en zijn omgeving. De veerboten van NH Vlieland en Terschelling zijn aan wal gebracht. Op en rond de dijken zijn door de politie meer dan 20 kinderen ontdekt, welke vaak een schep of een stok met scherpe punt dragen. In ieder geval 6 kinderen dragen tevens een groot mes. Hierbij zijn door de kinderen 4 agenten om het leven gebracht. Waarschijnlijk zijn deze kinderen verantwoordelijk voor het doorsteken van de dijken. Het is levensgevaarlijk en dus verboden de wegen op en in de directe omgeving van de Harlingerdijken te betreden, aangezien de dijken op dit moment zeer instabiel zijn. De stad Harlingen wordt... In het oosten ben je wel beschermd tegen klimaatverandering, maar niet tegen ons. We zullen jullie vinden en jullie zullen voor ons moeten werken. Stop, wij hebben de dijken doorgestoken om te voorkomen dat jullie soldaten de stad zullen binnenvallen. Jullie moeten naar ons luisteren. Wij zijn al uit de stad, maar nooit echt weg. Dit is een noodwaarschuwing. Luchtalarm. Op dit moment worden 15 JSF-vliegtuigen gedetecteerd boven Rotterdam, welke zonder toestemming van Defensie vanaf een Nederlandse vliegbasis zijn opgestegen. De minister van Defensie heeft hierbij van de NKE een dreigbrief ontvangen: als Nederland zich niet overgeeft, zal Rotterdam worden gebombardeerd. Zoek onmiddellijk een schuilplaats. Zorg voor voldoende voedsel en schoon water. Neem ook een radio of televisie mee naar je schuilplaats. Dus geen mobiele telefoon of pc, want deze kunnen worden gehackt. Indien het niet mogelijk is een schuilplaats te vinden, wordt u geadviseerd de stad te evacueren. In dit geval kunt u op CrisisNL routes en tips vinden voor uw evacuatie. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de Nederlandse regering in verband met meerdere bommen welke gevonden zijn op het Haagse Binnenhof. 2 bommen zijn door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het Binnenhof en de omgeving hiervan wordt geëvacueerd. De Nederlandse overheid heeft zich overgegeven aan de nationale kinderen. Ha. Ja, Nederland is helemaal een land van kinderen. De grote mensen zullen voor hen moeten werken en wij bepalen wat de grote mensen doen.
Be alert. Voor uw veiligheid. Be alert. Pour votre sécurité. Un message en français suivra. Dit is een luchtalarm voor Antwerpen. Boven deze stad zijn meerdere JSF en Eurofugger bommenwerpers gedetecteerd. Deze bommenwerpers zijn zonder voorafgaande toestemming van Defensie hier geplaatst, waarschijnlijk door het hakken van meerdere militaire vliegbasissen. U wordt geadviseerd onmiddellijk een schuilplaats te zoeken. Zorg hiervoor voldoende voedsel en water voor tenminste 14 dagen, en een radio of televisie voor nieuwsberichten en meldingen over evacuaties. Schakel 5G op uw telefoon aan. Indien u geen schuilplaats kunt vinden, heeft u vanaf heden ongeveer 3 uur om de stad Antwerpen te verlaten. De snelste routes voor evacuatie kunt u vinden op bealert.be. C'est une alerte de raid aérien pour Anvers. Plusieurs bombardiers JSF et Eurofighter ont été détectés au-dessus de cette ville. Ces bombardiers ont été placés ici sans l'autorisation préalable du ministère de la Défense, probablement en raison du piratage de plusieurs bases aériennes militaires. Il est conseillé de chercher un abri immédiatement. Fournissez suffisamment de nourriture et d'eau ici pendant au moins 14 jours, et une radio ou une télévision pour les informations et les reportages sur les évacuations. Activez la 5G sur votre téléphone. Si vous ne trouvez pas d'abri, vous avez maintenant environ 3 heures pour quitter la ville d'Anvers. Les itinéraires d'évacuation les plus rapides sont disponibles sur bi-alert.be. B.E.Alert. Voor uw veiligheid. B.Alert. Pour votre sécurité. Un message en français suivra. Dit is een waarschuwing van de dienst civiele bescherming. Er zijn veel meldingen binnengekomen over kinderen welke met een machinegeweer in de hand op straat rondlopen. Als u deze tegenkomt, bent u te laat. Deze kinderen zijn steeds zeer brutaal en nemen voorbijlopende volwassenen mee naar op dit moment onbekende locaties. Als dit gebeurt, probeer u zich niet te verzetten, anders zullen deze kinderen dodelijk geweld gebruiken. Let tevens hierbij op kleine houten gebouwen op parken en pleinen in veel grote steden zoals Brussel, Luik, Brugge en Charleroi. In deze gebouwen zitten vaak groepen kinderen. Probeer, als u buiten bent, zo ver mogelijk van kinderen te blijven, ook al kent u deze. Vermijd vooral grote open ruimte en het openbaar vervoer. Blijf alleen voor zo lang buiten als noodzakelijk is. Sluit alle ramen indien u thuis bent. Als bij u wordt aangebeld, laat niets van u horen. Een aantal volwassenen welke werden ontvoerd door de kinderen werden later teruggevonden tezamen met 1 of 2 kinderen. Behandel de situatie dan alsof de volwassenen niet aanwezig is, en zoek in geen geval contact met volwassenen op straat. Deze volwassenen zijn vaak een val welke door de kinderen is opgezet. Il s'agit d'un avertissement du service de la protection civile. Il y a eu de nombreux rapports d'enfants marchant dans les rues avec une mitrailleuse à la main. Si vous les rencontrez, vous arrivez trop tard, ces enfants sont toujours très effrontés et emmènent les adultes de passage dans des endroits actuellement inconnus. Si cela se produit, n'essayez pas de résister ou ces enfants utiliseront une force mortelle. Gardez également un œil sur les petits bâtiments en bois dans les parcs et les places de nombreuses grandes villes comme Bruxelles, Liège, Bruges et Charleroi. Ces bâtiments abritent souvent des groupes d'enfants. Lorsque vous êtes à l'extérieur, essayez de rester aussi loin que possible des enfants, même si vous les connaissez. Surtout, évitez les grands espaces ouverts et les transports en commun. Ne restez dehors que le temps nécessaire. Fermez toutes les fenêtres lorsque vous êtes à la maison. Si vous sonnez, ne laissez rien entendre de vous. Un certain nombre d'adultes kidnappés par les enfants ont été retrouvés plus tard avec 1 ou 2 enfants. Traitez ensuite la situation comme si l'adulte n'était pas présent et n'abordez en aucun cas les adultes dans la rue. Ces adultes sont souvent un piège tendu par les enfants. Attention. Attention. Il s'agit d'un avertissement à la bombe pour Lyon. Plusieurs fusées sont en route vers Lyon. Ils viennent probablement de Belgique et pourraient avoir une tête nucléaire. Ils devraient arriver dans l'heure qui vient. Évacuez la ville ou cherchez un abri immédiat dans un sous-sol ou une pièce centrale au rez-de-chaussée.
Assurez-vous d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau pendant 14 jours, et apportez un poste de radio à Pile à France Inter, ou à votre station de radio locale. Ne quittez pas votre abri jusqu'à ce que le feu vert soit donné. Assurez-vous que toute votre famille est dans un seul abri pour le moment. Il peut être nécessaire de diviser l'abri de manière à donner à chacun une pièce séparée. Ne le faites pas, je le répète, ne le faites pas, sauf si cela vous est explicitement demandé par radio. La radio sera allumée toutes les heures, à l'heure. Attention. Attention, ceci est un avertissement à la bombe pour Vire, en Normandie. Plusieurs avions militaires survolent actuellement Vire. Il est conseillé à tous les habitants de Vire, et des environs, d'évacuer immédiatement ou de se réfugier dans un sous-sol, ou une pièce centrale au rez-de-chaussée. Les armes devraient arriver dans une heure. Assurez-vous d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau pendant 14 jours, et apportez un poste de radio à Pile à France Inter, ou à votre station de radio locale. Ne quittez pas votre abri jusqu'à ce que le feu vert soit donné. Assurez-vous que toute votre famille est dans un seul abri pour le moment. Il peut être nécessaire de diviser l'abri de manière à donner à chacun une pièce séparée. Ne le faites pas, je le répète, ne le faites pas, sauf si cela vous est explicitement demandé par radio. La radio sera allumée toutes les heures, à l'heure. Lors de l'évacuation, vous devez éviter les enfants que vous pourriez rencontrer en cours de route, et ne cherchez aucun contact avec les personnes que vous croisez. Dans les régions suivantes, des robots humanoïdes ont été trouvés, Centre-Val de Loire, Bretagne, Pays de la Loire. Ceux-ci sont capables de soulever un adulte par eux-mêmes, et doivent donc également être évités. Si vous ne pouvez pas trouver d'abri, et n'avez pas de véhicule de transport personnel, appelez les autorités pour obtenir des instructions supplémentaires.
Il peut être nécessaire de déployer des opérations de recherche et de sauvetage. An incoming missile has been detected in Site 063. The origin is an unknown place in France. Evacuate this site immediately. The on-site nuclear device has been activated. Evacuate this site immediately. A group of interest may be behind this attack. Mobile Task Force Beta 7 will aid to secure, contain, protect all contained SCPs and will guard checkpoint zone A1. An area of 5 miles around Site 063. Le missile entrant à aide détecte sur le site 06-3. L'origine est un endroit inconnu en France. Évacuez ces sites immédiatement. Le dispositif nucléaire sur site a été activé. Évacuez ces sites immédiatement. Un groupe d'intérêt peut être derrière l'attaque mobile Task Force Beta 7 aidera à sécuriser, contenir, protéger tous les SCPs contenus, et garder la zone de contrôle A1. Une zone de 5000 autour du site 06-3. Alerte danger biologique. Avertissement. Plusieurs humanoïdes anormaux se sont échappés d'un emplacement sécurisé dans la région Lorraine en France après une explosion nucléaire à l'intérieur de cet endroit. Une zone de 8 km et cet emplacement a été sécurisé par les forces françaises, britanniques et espagnoles et une organisation non divulguée. N'entrez pas dans cette zone, quelles que soient vos raisons. Toute personne à l'intérieur de cette zone doit être considérée comme perdue, afin d'éviter la propagation de maladies anormales. L'armée tente maintenant de trouver ces anomalies. N'interagissez pas avec vous-même, car ils peuvent être hostiles. Lavez-vous souvent les mains, et restez à l'intérieur si possible. Assurez-vous d'avoir des quantités suffisantes d'eau en bouteille. Si tratta di un'allerta urgente del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Ci sono state diverse segnalazioni di bambini che si sono comportati violentemente contro i loro genitori e fratelli adulti. Molti di questi rapporti includono genitori e fratelli adulti costretti a obbedire ai bambini piccoli, sotto la minaccia della violenza. Se ciò accade, non resistere, non chiamare le autorità e obbedire ai comandi impartiti da questi bambini. La ricerca ha escluso tutte le cause anomale. Si è creduto che questo facesse parte di una rivolta organizzata da questi bambini, poiché eventi simili si sono verificati in altri paesi. I Paesi Bassi e il Belgio si sono già arresi a un esercito di bambini. Mantieni la calma in ogni momento. Se un bambino mostra violenza fisica o verbale, cerca di calmarlo. Se saranno disponibili ulteriori informazioni, verrai informato tramite questo canale, nonché tramite la radiofrequenza 143,5 FM e 126,7 FM e la trasmissione cellulare 5G. Si tratta di un'allerta urgente del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Morto il sindaco della città di Milano. Probabilmente viene ucciso in un assassinio da parte di un gruppo di bambini. Il governo non può fornire servizi essenziali in questa città. Tutti i cittadini ora sono soli. Grazie per aver ascoltato questo allerta urgente. Yeah.
Si tratta di un'allerta urgente del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Abbiamo annunciato che l'intera componente settentrionale d'Italia, qui segnata su questa mappa, non fa più parte della Repubblica Italiana. Pertanto, chiunque in questo settore non è più in grado di ottenere alcun sostegno dal governo o dalla Protezione Civile. Si consiglia a chiunque si trovi attualmente in questa zona di trasferirsi nella metà meridionale dell'Italia, o al di fuori del territorio italiano. Adulti! Ah, ovunque tu sia, noi ti troveremo! Non puoi scappare dai bambini! Un giorno, il mondo apparterrà completamente ai bambini! Si tratta di un'allerta urgente del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Trenitalia ha segnalato molteplici attacchi informatici ai segnali dei treni e ai sistemi di controllo del traffico ferroviario, che hanno comportato l'ordine di fermare i treni o il cambio della destinazione finale dei treni senza un intervento preventivo. Si sconsiglia pertanto di viaggiare in treno, a meno che ciò non sia assolutamente necessario. I passaggi a livello possono anche essere disabilitati, quindi se ti avvicini a uno, guarda e ascolta se un treno si sta avvicinando. La maggior parte dei passaggi a livello è ora sorvegliata da agenti di polizia, ma si consiglia comunque di non fidarsi di nessun adulto che si vede per strada, poiché i bambini potrebbero aver costretto gli adulti a soccombere a loro. Ti aggiorneremo quando saranno disponibili ulteriori notizie. Si tratta di un'allerta urgente del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Diversi missili sono stati rilevati sopra Napoli. Cerca subito UN rifugio. Non si può presumere che questi razzi abbiano una testata nucleare, quindi l'evacuazione di queste città può essere effettuata immediatamente dopo le esplosioni. Si consiglia di portare nel rifugio cibo, acqua e medicinali non deperibili. Porta anche una radio analogica alimentata a batteria o a manovella nel tuo rifugio, sintonizzata su 143,5 FM o 126,7 FM. Non portare uno smartphone o un computer nel tuo rifugio, poiché sono stati segnalati attacchi informatici. Il governo italiano entrerà in funzione a breve. Non potrà più fornire i servizi essenziali, ma la RAI continuerà a tenervi aggiornati il più a lungo possibile. Se vieni rapito da un bambino, non resistere, poiché è stato riferito che i bambini diventano estremamente aggressivi e usano la forza letale. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.